Een hele goede dag. Vandaag spreek ik met Erik Kuijs. En Erik Kuijs ken ik al een hele lange tijd, maar de aanleiding is dat hij een boek heeft geschreven. En dat boek dat heet Paradijsvogels. En laat ik even vertellen hoe ik Erik ken. Ik heb veel bij KPN gewerkt en in de meest spannende tijd kwam ik iemand tegen die had de opdracht om het 3G-netwerk te installeren. Nou, dat was echt een enorme zaak, want 3G was eigenlijk de overgang dat we allemaal op een serieuze manier internet gingen gebruiken. En dat is alles, alle aspecten van het netwerk van KPN werden beïnvloed. En dat was de projectmanager Erik Kuijs. Nou, dat was al een ongelooflijk project. Het ging ook hartstikke goed. Ze hadden het snel geïmplementeerd. Maar daarna toen had hij de job, werd hij de CTO, geloof ik, was dat, Erik? CTO? CIO weet ik eerst. CIO, ja. Nou, en ja, daar had hij een hele ondankbare taak. Niet iets nieuws bouwen, maar 800 applicaties die KPN gebruikte om daar de helft afscheid van te nemen en de rest te moderniseren. Nou, een ontzettende ondankbare taak. Dus dat heeft hij toen ook nog gewoon voor elkaar gekregen. Vond ik een heel moeilijk ding. En daarna leerde ik hem kennen bij Vodafone. Toen moest hij nog veel moeilijkere dingen doen. Toen moest hij een kabelbedrijf en een telecombedrijf van Vodafone, en een kabelbedrijf in elkaar schuiven. Gigantische organisatie. En daar heb ik hem toen ook nog eens een keer in bezocht. Nou, alle lessen daarvan heeft hij nu in een boek. En dat heet dan Paradijsvogels gestopt. Hoe kun je nou met al die mensen omgaan die dit soort projecten voor mogelijk maken? Dus Erik, leuk om jou weer eens even hier te zien. Dankjewel. Laten we even door jouw carrière gaan en daarna de lessons learned die jij dan met die mensen hebt gedeeld in dit boek. En even nog even full disclosure. Ik heb het voorwoord geschreven, dus ik ben enthousiast over het boek. Want ik vind lessons learned met supertechneuten, dat is echt iets wat heel veel managers zouden moeten kunnen. Dus Erik, kun jij misschien even iets vertellen over jouw achtergrond? Ik heb verteld hoe ik jou heb leren kennen, maar hoe ben jij begonnen? Nou, een beetje meer mijn achtergrond. Ik ben in Amsterdam geboren. Opgegroeid. Ik ben er ook wel trots op. Ik heb ook een Surinaamse achtergrond. Mijn ouders komen uit Suriname. Ik heb ook altijd in twee culturen geleefd. En dat is een hartstikke, hartstikke mooie verrijking van je leven. Als je van twee verschillende omgevingen eigenlijk opgroeit en dingen leert. En wat deden jouw ouders, Erik? Wat mijn ouders deden? Nou, mijn vader die heeft altijd in de financiële hoek gewerkt. Is accountant geweest. En mijn moeder die heeft altijd als verpleegkundige gewerkt. Dus die heeft nu ook allerlei tips over hoe je het beste met COVID om kan gaan en zo. Dat is nog steeds wel heel erg alles volgt wat er gebeurd is. Vader is inmiddels al overleden, maar mijn moeder die is nog steeds heel actief. En met sociale media nog steeds bezig met het volgen van wat er allemaal nu gebeurt. Ja, en jij zei twee culturen, hè, waar je dus in zat. Je bent een succesvolle man, zeg maar. Mooi met opleidingen, daar komen we zo meteen op. Maar hoe was dat om die Surinaamse cultuur en die Nederlandse cultuur dat bij elkaar te hebben? Was dat een tegenstelling of ging dat heel soepel? Nee, dat is eigenlijk wel. Het is misschien dat niet iedereen dat weet, maar in de Surinaamse cultuur is opleiding, scholing extreem belangrijk. Dus als je daar een goede ontwikkeling doormaakt en je haalt goede resultaten en je ontwikkelt je door, dan wordt het heel hoog ingeschat. Meer nog zelfs dan dat je bijvoorbeeld in het zakenleven heel succesvol bent. Dus ik heb het je wel eens verteld, mijn moeder die baalt nog steeds van dat ik niet in de wetenschappelijke wereld door ben gegaan. Ja. Dus ik heb promotieonderzoek gedaan, wiskunde in Amsterdam. Maar daarna niet doorgegaan, dat is hoogleraar of zoiets dergelijks. Nou, dat vindt ze nog steeds heel erg jammer. Dus dat laat al zien, hè? Opleiding is vaak nog belangrijker dan puur carrière maken. Dus dat zit heel, heel duidelijk in de Surinaamse cultuur ingebakken. En dat heeft me ook wel geholpen. Ik ben altijd goed gestimuleerd door mijn ouders om alles eruit te halen wat erin zat. Ja. Oké, dus dat is in ieder geval. Dus jij hebt dus eerst in Amsterdam gewoond, toen de middelbare school. En toen ben je wiskunde gaan studeren? Ik ben wiskunde gaan studeren. Eerst aan de Vrije Universiteit, toen promotieonderzoek aan de UvA gedaan. Waarover? Algebra. Groepentheorie. Dat is een theoretische wiskunde. Superleuk. En met name op de UvA zit daar nog steeds een hele goede vakgroep. En op een bepaald moment word je gegrepen door een bepaald onderwerp in je studie. En dat is voor mij groepentheorie.
En ja, daar heb ik een mooi proefschrift in geschreven. Maar daarna was het, weet je, wel duidelijk dat ik niet direct zo'n wetenschapper voor de rest van mijn leven wilde zijn. En daar moet je echt wel een beetje monomaan voor zijn, weet je. Dat je niks anders doet dan alleen maar wiskunde. En dat vond ik nog net niet boeiend genoeg. Ik wilde ook wat andere dingen ervaren. Ja. En toen ben ik het bedrijfsleven gegaan. Bij KPN begonnen. Ja, eigenlijk iedereen in Nederland die iets met communicatie doet, die wordt opgeleid bij KPN en zo. Hè? Dus kwam je daar nou, dat is wel een klein beetje waar, ja. Ja, dat is wel zo. Ja. Het is een prachtig bedrijf. Ik heb daar met heel veel plezier heel lang gewerkt. Veel dingen geleerd. Ja, je begint, toen ik begon, zat ik nog bij KPN Research, wat nu tegenwoordig TNO heet. En daar leer je echt de basisbeginselen van telecom, hè, op de goede manier. Dat krijg je aan de universiteit of zo. Dat moet je echt in het bedrijf zelf doen. Ja. En van daaruit me doorontwikkeld vanuit een projectleidersrol die ik had. Puur technisch projectmanagement, standaarden schrijven en zo. Naar een echte managementrol. Waarbij je echt afdelingen aanstuurt en op die manier doorgroeit als general manager uiteindelijk. Ja, want je bent dus overgegaan van wiskundige naar onderzoeker. En dan, waarom wilde jij op een gegeven moment manager worden? Omdat ik merkte dat ik het leuk vond om iets te bedenken en het dan met een groep voor elkaar te krijgen. Ja, dus technisch iets zelf uitdokteren is ook wel leuk. Mm-hmm. Maar dan had ik op de universiteit kunnen blijven, want dan kun je dat veel uitdagender doen. Hè? Dan ga je echt heel diep. Mm-hmm. En ik wilde juist veel meer iets voor elkaar krijgen door met een team van mensen te werken. Daarom ging ik ook vrij snel na 2 jaar al een zwaar project doen, de KPN Research. Omdat ik dat fascineerde me, van hoe je iets kan bedenken, mensen dan overtuigen dat het een goed idee is, en dan gaan ze het nog doen ook. Dat is toch wel bijzonder. Op een of andere manier heb jij de eigenschappen dat mensen het leuk vinden om met jou te werken. Je bent niet arrogant. Nee. Je bent rustig. Je bent diplomatiek. Je laat andere mensen in hun waarde. Zo echt wel van, je doet echt wat dat betreft. En je bent niet een alpha mannetje die zegt van, ik ben gewoon big guy. Je zet het team ook gewoon voor. Je bent eigenlijk gewoon een soort vrouwelijke manager wat dat betreft. Ja, misschien, ik weet niet. Het is, kijk, iedereen heeft natuurlijk verschillende kanten, hè, is een karakter. Maar ik ben inderdaad niet iemand die meteen het van de macht moet hebben of zo. Dat vind ik vervelend, want ik denk altijd, het is een beetje dom om op basis van macht iets voor elkaar te krijgen. Want het is veel leuker als mensen het vanuit eigen overtuiging doen. En dat kost iets meer tijd soms, ja, klopt. Misschien is dat het feminine wat je bedoelt, hè? Dat je iets meer de tijd neemt om met mensen te praten, of ze iets nou echt niet begrijpen, of wat iets er tegenhoudt om te doen. En ik heb eigenlijk in mijn carrière maar heel weinig meegemaakt dat er mensen zijn die echt niet willen. Vaak is het meer dat mensen het niet begrijpen, of het niet kunnen, of een bepaalde schroom hebben om iets te doen terwijl ze best goed zijn. Ja. En dan moet je doorheen, als je dat eenmaal ontdekt, en ik heb interesse in mensen, dan kun je dat goed voor elkaar krijgen, ja. Ja, nou, ik denk dat dit toch wel hele essentiële dingen zijn die afhankelijk... dus het gaat ook meer over jou. Maar goed, je bent dus inderdaad met KPN bij je projecten gaan doen. Nou ja, je hebt dus op een gegeven moment dat... wat voor projecten... Ik ken jou dan... Ik heb je opgepikt op het moment dat je 3G in Nederland ging doen. Wat echt was op het gebied van mobiel. Maar wat voor andere dingen heb je daar nog gedaan? Ja, in die ruim 20 jaar dat ik bij KPN gezeten heb... Dan kom zo ontzettend veel dingen langs waar je in kan stappen. Dat maakt het ook juist een goede leerschool vaak voor heel veel mensen. Ja. Dus ik heb inderdaad een tijdje na mijn researchtijd heb ik projectmanagement gedaan. Ik heb een tijdje ook geholpen om de wholesale divisie op te zetten. Dat was eigenlijk een soort start-up binnen KPN. Die wholesale business bestond nog niet. Dat is eigenlijk het idee dat je je netwerk openstelt voor concurrenten. Dat je ze diensten aanbiedt. Nou, ja dat toen ik daarmee begon. Ontzettend controversieel eigenlijk. Ja, toen we daarmee begonnen. De ene van het bedrijf zegt, you're killing me! Ja, exact. Exact. Ja, dat is super... Het bedrijf en zo. Ja, dat is super spannend. Omdat je natuurlijk met iets begint waarvan mensen zeggen, dat willen we helemaal niet, dat moet je niet doen. En je verraadt ons. Of heel even emotie. We zaten ook in een apart gebouw, weet je wel. En dat was een hele mooie tijd, omdat je iets van nul af op moet bouwen, wat er nog nooit is geweest. Maar dat soort dingen trekt mij juist wel. Ik vind dat wel mooi. Ja. Want dan heb je ook veel meer vrijheid om het op jouw manier te doen. Dus dat heb ik heel lang gedaan. En toen in de IT gewerkt. Je moet altijd een stuk IT-ervaring hebben, vind ik, als je in de telecom zit. Want je ziet hele andere kanten van het bedrijf. Je leert veel beter ontdekken hoe het werkt met processen en systemen, wat heel belangrijk is. Naast de techniek gewoon, die kabels in de grond en zo, moet je dat ook snappen. Dat heb ik een tijd gedaan. En uiteindelijk heb ik toen ik die IT-ervaring achter de rug had, heb ik nog een tijdje
zelfs nog in de customer service gezeten. Dat je echt na moet gaan denken, hoe kan je de IT-kennis gebruiken om de klantenservice beter te maken. Hele leerzame ervaring. En zo kan je dan na de zoveel verschillende stations binnen het bedrijf, ben je dan klaar om niet echt een general management rol te gaan doen. Toen ben ik dus in de exco van KPN terechtgekomen, verantwoordelijk als CTO. Ja, dan ben je verantwoordelijk voor de IT en de netwerken van het bedrijf. Supermooie baan. Heel veel opgeruimd heb je toen. Dat vond ik ook wel mooi. Ja, maar dat moet je altijd doen, hè? Als je zo'n rol hebt. Ja, dat, kijk, als je een bedrijf hebt wat heel lang succesvol is, dan groeit er ook veel zooi. Hè? Dingen die je uitgeprobeerd hebt, die je niet 100% hebt afgemaakt, of die een beetje ouderwets zijn. En dan moet je een bepaald moment vanaf. Maar dat is lastig, want klanten zijn er tevreden over. Het is ingewikkeld om het te doen. Dus soms heb je de neiging om het allemaal uit te stellen. Maar dat kan dus niet, want dan wordt het een risico voor het bedrijf. En dus dat moet je wel. En duur. Ja. Duur en risicovol. Hoeveel geld denk je dat je in die periode hebt opgeruimd? Dus je had een bepaald budget. Je ziet altijd als CTO heb je altijd dat 80% van het budget is in stand houden wat er al is. Ja. Als je dan kunt opruimen, kun je weer nieuwe dingen doen. Maar hoeveel heb je toen opgeruimd in die tijd? Was dat 10%, 20%? Of waar moet ik dan denken? Ja, als ik die periode overzie waarin ik dan met name in die IT bezig was met het opruimen van systemen, dan hebben we eigenlijk, als je puur naar de aantallen kijkt, wel ongeveer de helft opgeruimd. Nou, laten we even doorgaan. Ja. Ook dit is veel interessanter, maar we gaan op een gegeven moment naar jouw boek toe. Want je bent toen helemaal naar Duitsland gegaan, in Vodafone. Mm-hmm. Jouw gezin woonde nog in Nederland. Ja. Hoe was dat leven in Duitsland, om dan ook nog een gigantisch project, om die bedrijven, telecom, verschillende culturen, verschillende bedrijven, verschillende infrastructuren, die heb je samengevoegd. En je werkte in Duitsland. Nou, eigenlijk was dat de grootste uitdaging, hè? Want wat ik ook op de sheet zette, ik ben getrouwd al bijna 32 jaar, ik heb twee dochters en een zoon, dus dat was eigenlijk de grootste uitdaging van... Hoe kan je, als je dan voor je gevoel met 200, 300 kilometer verder opwoont, toch wel verbonden blijven met het gezin? Dat was pittig, weet je. Want ik weet niet of je Düsseldorf een beetje kent, maar je kan er op een rustig moment in anderhalf uur heen chasen. Ja. Maar normaal gesproken ben je 3,5 uur bezig. Het is gewoon file, rommel en toestanden in de spits. Dus voor mij was de grootste uitdaging om in dat weekend dat ik thuis was, om dan toch nog een beetje te landen. En ook gewoon met het gezin bezig te zijn. Ja, en, dat is ook wel een uitdaging. Dus dat vond je de grootste uitdaging. Dat vond ik de grootste uitdaging. Ja. Maar in Duitsland, hoe vond je het om te werken als Nederlander Duitsland. In Duitsland? Dat is geweldig. Nederlander, Surinamer en dan ook dan met Duitsers gaan werken. Dat is wel een ding. Dat was wel een ding, ja. Maar ik was echt wel toe na ruim 20 jaar KPN... ken ik het bedrijf van Haven tot Gorten. Je kent ook de mensen waarmee je al jarenlang optrekt. Ja. En het is weer tijd voor wat anders. In Vodafone was op zoek naar een nieuwe CTO, omdat het niet zo goed ging. En ze wilden wat anders, een andere aanpak ook. Ja. En daar passen wij Nederlanders wel goed bij. Als er iets moet veranderen, dan past dat eigenlijk best wel goed. Want ik wil niet generaliseren, maar de meeste Nederlanders pakken toch wel snel de Duitse taal op. We snappen wel een beetje de Duitse manier van werken. Een beetje anders dan de Nederlandse, maar je kan er toch best wel goed mee omgaan. Mm-hmm. Dus ik kwam op een moment binnen dat er heel veel moest veranderen. En dan kan je als Nederlander toch best wel heel snel een behoorlijke meerwaarde hebben. Wij zijn toch wat pragmatischer, pakken dingen wat sneller op. Het hoeft allemaal niet tot op de komma nauwkeurig uitgedacht te zijn, maar je gaat gewoon aan de gang en je past je aanpak aan als het nodig blijkt te zijn. Ja. En dat viel heel erg goed. En ik heb, toen ik daar kwam, ook ontzettend veel tijd gestoken om Duits te leren. Waardoor je ook makkelijk geaccepteerd wordt. Als je de taal spreekt, tuurlijk, het zijn allemaal academici en zo. En die praten allemaal Engels, maar niet van nature op een makkelijke manier of zo. Hoe lang werden de vergaderingen in het Duits? Was dat meteen al zo? Vanaf dag 1 heb ik Duits gesproken. In het begin was het echt matig Duits. Echt matig. En toen ben ik privéles gaan volgen. En toen werd het heel snel beter. Mooi. En omdat je er woont, je bent 5 dagen in de week, lange dagen, ben je alleen maar ondergedompeld in die taal, dan gaat het heel snel. Nou, als je wil, hè? Ja. Alleen dit al verhaal, daar moeten we nog eens een keertje apart over praten, want dat is zo interessant. Goed. Even over jou, want dit gaat over het boek waar je al die lessen die jij daar geleerd hebt, zeg maar, in deelt. Dus dit was jouw
dit was jouw wereld. Hoe was jouw wereld met al die supertechneuten, zeg maar, om je heen? Ja, ik had wel een mooi plaatje. Kijk, heel veel van de dingen die we doen in telecom, die kan je terugvoeren naar techniek. Dat maakt het juist zo leuk om in de telecom actief te zijn. En je ziet bijvoorbeeld ook het plaatje van hoe trots we zijn dat we een gigabit netwerk hebben. We hebben samen met de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen hebben we een 5G Mobility Lab geopend. Oh ja. waarin we al voor het 5G überhaupt al licenties verkocht waren, konden we toen al experimenteren. Ja. Met nieuwe technologieën, zelfrijdende auto's, et cetera. Nou, 1 gigabit was super belangrijk, omdat we daarmee het snelste netwerk in Duitsland werden. En we hebben ook dingen gedaan als narrowband IoT, waarin je dus heel veel sensoren in een stad bijvoorbeeld kon ophangen en daarmee nieuwe toepassingen mogelijk kon maken. Dus ja, dat was een super, super leuke tijd. En we waren ook heel trots op dat we dat allemaal in die paar jaar konden doen. Ja. En dit nog hier, wat is dit is dan? Ja, dit is een beetje de omgeving waar ik altijd enthousiast van word. Wat je nu ziet is bijvoorbeeld een datacenter. Dat is een datacenter wat wij in Amsterdam hebben. Oh ja. Heb ik op het dak rondgelopen en wat foto's gemaakt. Het inspireert me altijd. Hè? Gewoon metaal, machines, spullen. Hè? Kabeltjes. Kabels. Ja. Dat is waar ik enthousiast van word. Ja, sommige mensen worden enthousiast van een spreadsheet. Ik word enthousiast van dit soort dingen. Ja. En, maar je moet inderdaad, hoe krijg je dat nou voor elkaar en hoe kun je die mensen, want daar ging het eigenlijk even om, die paradijs. Ja, precies. Kijk, die techniek is hartstikke mooi, hè, wat ik net al liet zien, daar moet je wel wat mee hebben, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Hè. Je moet mensen hebben die die techniek echt tot in de haarvaten beheersen en die er ook echt een plezier in hebben om er heel veel energie in te steken. Nou, ik heb hier een fotootje van iemand uit mijn team. Die super trots was omdat wij de eerste waren die een bepaalde mobiele technologie onder de knie hadden met zeer geavanceerde antennes. Mm-hmm. Nou, als je, in mijn team was er maar 1 of 2 personen die dat echt begrepen. Dus het hing echt van die personen af of dit een succes werd of niet. Weet je, ja. Je kan een heel budget hebben, je kan een mooi plan hebben. Maar als deze meneer het niet ziet zitten, dan gebeurt het ook gewoon niet. Weet je, en dat is voor mij een eye-opener. Dat ik ontdekte van ja, eigenlijk is het vaak maar 5% of zo van het aantal mensen wat je rond hebt lopen, die echt het verschil maken. En hoe hou je die nou gemotiveerd, zodat het mooie plan wat je hebt, waar iedereen in mee moet doen, echt een succes wordt. Maar die 5% bepaalt ook of de rest enthousiast wordt, of het überhaupt lukt. Die hebben die briljante ingevingen. Nee, die werken gewoon het weekend door, achter hun eigen computertje, om het allemaal voor elkaar te krijgen. En die moet je zien te vinden, en samen te werken, zodat het ook lukt. En dan moet je ook natuurlijk ook niet alleen maar op de inhoud met elkaar dingen doen, maar je moet ook met elkaar plezier kunnen maken, elkaar ook persoonlijk kennen. Wil het ook echt een blijvend succes zijn. En daarom hou ik ook niet zo van wat je net in het begin zei, die machtskaarten. Als je op macht iets probeert, dan lukt het bij deze mensen helemaal niet. Want ze zijn er helemaal niet van onder de indruk dat jij de baas bent. Ze doen gewoon hun ding. En jij bent de passant. En ze weten dat ze unieke kennis hebben. Dus als jij een machtsspel probeert uit te voeren, of je probeert je zin door te drukken, dan dat glijdt gewoon van ze af. Dat heeft totaal geen enkel effect. Nul. Nou, laten we kijken van, dit is het boek, zeg maar. Ja. Goed zien. Je hebt 7 lessen eigenlijk. Ja. Het is een hartstikke leesbaar boek. Ik heb inderdaad gezegd, dit boek hebben we gewoon allemaal nodig, want je moet met briljante mensen kunnen omgaan. Als jij op technisch gebied, maar op andere gebieden moet je echt begrijpen. Ja. En dat is dus heel, heel belangrijk. Nou, ik heb al verteld dat ik jou leren kennen. We gaan even naar die lessen toe die erin zitten. Ja, dus, precies. Wat moet ik nou doen om met dat soort types om te kunnen gaan? Met die paradijsvogels. Waarom heb je dat überhaupt paradijsvogels genoemd? Omdat ik... Je kent die beesten, die paradijsvogels, ja, hè? Ja. Dat zijn ook de mannetjes in het... En die zijn prachtig om te zien. En die weten dat ook. Hè? Die tonen dat ook. Die zijn trots op hun verentooi. En die stralen het ook uit. En dan moest ik een beetje aan denken toen ik dacht van, als je nou een soort metafoor zoekt voor dit soort mensen. Dit zijn trotse techneuten. Die weten dat ze op hun gebied uniek zijn. Mm-hmm. Die stralen het ook uit. Die zijn ook voorbeelden voor de rest van het team. Want je kan natuurlijk niet alleen maar met een aantal briljante mensen het voor elkaar krijgen. Je hebt een heel team nodig. Hè? Maar zij zijn wel de voortrekkers. Ja. En daarom dacht ik van ja, paradijsvogel, dat past wel heel goed bij het type mensen wat ik daarbij heb meegemaakt en leren kennen. Ja.
Nou, laten we beginnen met les 1. Een podium. Ja, een podium bieden is wel belangrijk. Kijk, mensen in een bedrijf die vaak heel zichtbaar zijn, die zijn vaak behoorlijk sociaal vaardig. Hè? Die kunnen een goede presentatie in elkaar zetten, die kunnen een verhaal goed neerzetten. Paradijsvogels zijn inhoudelijk heel sterk, maar zijn niet zo sociaal vaardig vaak. Dus die zijn niet zozeer de personen die een podium pakken en uit gaan leggen wat hun mening nou eigenlijk over iets is. Terwijl zij vaak risico's of kansen zien die een snelle marketeer of een goede business controller helemaal niet ziet, omdat ze helemaal niet zo diep in de materie zitten. Ja. En hoe maak je dat podium voor ze? Nou, ten eerste, kijk, het leuke van mijn rol was dat, ik ben zelf geen paradijsvogel, maar ik snap ze wel. En ik kan dus de brug slaan tussen de mensen die wat meer vanuit de commerciële hoek of vanuit de financiële hoek heel sterke mening geven. En ik kan er dan een omgeving creëren waardoor deze mensen gehoord worden. Dat is mijn rol. Dus als er discussies ontstonden waarbij ik het gevoel had van nu slaan we even een verkeerde zijweg in of we zien iets over het hoofd, dan creëerde ik de omgeving waarin deze mensen hun verhaal konden doen. En vonden ze super spannend, want ze willen liefst niet in de picture staan. Onder hun collega's vinden ze het heerlijk, zijn ze de paradijsvogel. Maar als je ze uit hun omgeving haalt, je zet ze in een boardroom neer. Ja, dat voelen ze als een super onveilige omgeving. Dus een podium creëren betekende voor mij dat ik een onderwerp waar hun input belangrijk voor was, dat ik ervoor zorgde dat hun stem gehoord werd. Ja. En dat is extreem belangrijk in een telecombedrijf. Dat je niet alleen maar op de financiële kant of de commerciële kant stuurt, maar ook de inhoudelijke kant ruimte geeft. Ik heb al zoveel van die technici zeggen, ze gaan nu dit doen, het gaat echt niet werken, maar niemand luistert naar mij. Ja. Dat was een belangrijk iets. Een hele belangrijke les, ja. De tweede les is schets de bigger picture. Ja. Wat je ziet is dat, dit plaatje is trouwens van Eurofiber, wij mijn huidige bedrijf Eurofiber schetsen ook altijd de bijdrage wat wij doen, wat de bijdrage daarvan is voor de omgeving, voor de maatschappij. We leggen niet zomaar glasvezel aan omdat het een leuk technisch iets is, maar we zorgen ervoor dat daarmee Nederland digitaliseert en dat de ziekenhuizen veel beter kunnen functioneren, et cetera. En dat schetsen we ook altijd aan onze medewerkers, want die vinden dat fijn. Als je weet waar je iets voor doet, dan word je eerder gemotiveerd om het te doen. Als wanneer je het gevoel ook zit op een projectje en wat draagt het eigenlijk toe bij. Ja. En zeker bij paradijsvogels, mensen die zo trots zijn op hun kennis, is het nog meer van belang dat ze begrijpen hoe dat bijdraagt aan het geheel. En soms zullen ze ook moeten begrijpen dat sommige dingen in dat grotere plaatje ervoor zorgen dat een idee wat zij hebben nog niet uitvoerbaar is. Dat vond ik de moeilijkste discussie soms. Dan zeg je, maar dit is zo duidelijk, waarom doen we het niet? Ja. Dan moet je de dingen gaan uitleggen als een bedrijf moet rendement maken, we hebben aandeelhouders en weet je, het idee moet verder uitgewerkt worden, wil het echt goed kunnen worden ingevoerd. Dus je moet het grotere plaatje vaak schetsen, zodat mensen niet verward raken in wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. Dus dat is heel belangrijk. Oké, dan les 3 is, vond ik wel een leuke, stretch and ease back. Wat is dat? Ja, stretch and ease back is als er innovatie technisch mogelijk is, dan moet je eerst beginnen met de organisatie te stretchen. Zeggen, jongens, we moeten er nu op inspelen. En dat is best wel, daarom heeft het ook zo'n stretch, omdat het iets is wat nog niet eerder is gedaan. Het is cutting edge technology, zoals we het vaak noemen. Hè? Dus je moet echt wel flink aan de bak om na te gaan als bedrijf, hoe kan ik daarop inspelen? Dat is een stretch. Ja? Dus je gaat dingen experimenteren, je gaat met een aantal techneuten ga je echt de diepte in om het beter te leren begrijpen. En zo komen elke keer, om de 2-3 jaar, komt er weer zo'n nieuwe wave, hè? Waar je dan op in moet spelen. En de stretch betekent dat je daar dus helemaal induikt en alle creativiteit die techneuten hebben, dat je die losweekt om te ontdekken hoe je dat best toe kan passen. En dan komen er ontzettend veel opties die je kan implementeren. En dan moet je ease back doen. Want als je niet uitkijkt, word je zo meegenomen door je enthousiasme, dat je dan misschien te snel een bepaalde technische mogelijkheid wil gaan implementeren. En als je te snel doet, dan gaat het mis. Want dan heb je de processen niet geregeld, de security is niet op orde, je financiële onderbouwing is niet goed. Maar dus de innovatie en daarna gewoon naar productie gaan. Ja, dus je moet 2 stappen vooruit en eentje weer terug.
En daar moet je de techneuten in meenemen. Maar die willen door. Hè? Die hebben het door hoe het werkt. En die willen dan meteen los. Hè? En dan moet je ze eigenlijk overtuigen dat je weer een ease back moet doen. Dat is super lastig, want dat zien ze als... Dat is vertraging, dat is laf en ze begrijpen het niet en zo. Bureaucratie. Ja, precies. En dan moeten opeens allerlei mensen mee gaan doen die niet in het creatieve proces zaten. Maar ja, weet je, get used to it. Dat hoort bij het bedrijf. En dan moet je ze dus weer meenemen. Dus dat is heel belangrijk, dat beschrijf je heel goed, ja. Dit vind ik ook wel leuk, je bijles zonder schaamte. Ja, dat kan ons allebei iets bij voorstellen. Maar dat is voor alpha-dogs niet zo makkelijk. En zeker die mannetjes inderdaad... die in de financiële wereld, of dus nog erger de commerciële wereld zitten, die hebben heel veel moeite om dat gewoon serieus te doen. Ja, kijk, ik ben niet van de school dat je een general manager moet zijn. Als je een CTO bent, of je bent een senior ICT manager, is inhoud belangrijk. Dus ga vooral niet je leven laten leiden door het budget. Je moet de inhoud snappen. En moet je bijblijven. Want als je niet bijblijft, word je niet serieus genomen als baas. Zo simpel is het. Een paradijsvogel die met jou praat en door heeft wat je helemaal geen idee hebt wat narrowband IoT is, die neemt je niet meer serieus. Dus het leuke is dat iemand je wel graag vertelt hoe het zit. Dus het enige wat je moet doen is vragen. Daarom noem ik het altijd bijles. En ik zet het ook zo in mijn agenda, bijles. Nou, dat vinden ze hilarisch natuurlijk, hè? De baas wil bijles. Maar het is super, want je komt, krijg je van iemand die het beter weet dan wie dan ook, krijg je de inhoud gepresenteerd. Nou, hoe mooi is dat? En je kunt, omdat je ook een general manager bent, soms vragen stellen die zo iemand weer wat tot nadenken stemt. Hè? Want ze zijn vaak... Precies. Want ze zijn vaak zo gegrepen door een detail dat je ze soms ook een beetje kan helpen om het in de samenhang te zien. En ik heb het continu gedaan, al die jaren lang. Het heeft me enorm geholpen. Ja. Dan dit is denk ik wel een belangrijk moment. Rugdekking, als dingen fout gaan. Ja. Altijd, zeg je? Altijd, ja. Kijk, paradijsvogels, die kijken alleen maar naar kansen. Die zien geen risico's. Die zien alleen maar kansen. Omdat technologie, het is eindeloos schaalbaar. Hè? Dus allerlei snelheidrecords van netwerken worden elk jaar opnieuw gebroken. Dus paradijsvogels hebben precies van alles kan. Ja. Hè? Het zijn hele vrije vogels. En daar heb ik een plaatje van Frenkie laten zien. Die is ook zo'n type. Hè? Frenkie denkt alleen maar aan kansen. Die redt altijd naar voren met die bal. En soms verliest hij hem. Oké, dan probeert hij nog een keer. Hè? En dat soort mensen moet je rugdekking geven. Want ze zijn briljant, maar ze kunnen ook fouten maken. En jij moet dan altijd klaarstaan als manager om, als dat gebeurt, ze die support te geven die ze nodig hebben. Oké, they messed up, maar het is mijn verantwoordelijkheid als baas. Ik zorg ervoor dat het opgelost wordt. En dan moet je dus niet in de politiek van het bedrijf je laten verleiden om je eigen mensen af te branden. Je moet ze altijd rugdekking geven, want ze zijn kwetsbaar. En als je het één keer niet doet, dan worden ze onzeker. En dan mis je het potentieel wat ze hebben. Dus altijd rugdekking geven. En dan kan je persoonlijk natuurlijk altijd nog wel, weet je, commentaar geven. En je kan één op één, kan je best wel kritiek uitoefenen. Maar nooit in de groep geven ze altijd de rugdekking die ze nodig hebben. En dan voelen ze zich vrij om te presteren. Oké, heel, heel, heel belangrijk. Oké, en dan inderdaad, wees dienstbaar. Nou, dat... Ja. Dat is ook weer zo'n moeilijke, denk ik. Dat is verleden met je eigen ego, denk ik. Ja, ja, kijk. Je bent gewoon afhankelijk heel erg van je beste techneuten. Bij een project wat niet loopt. Ik heb een project gehad in Duitsland waar we eindeloos, echt eindeloos aan het testen waren. En we kregen het niet op het kwaliteitsniveau wat we wilden. En dan ben je soms geneigd om in te gaan grijpen. Hè? En dan ga jij wel een idee aandragen hoe het moet. Of je zegt van, we gaan dit weekend nog maar overwerken om het voor elkaar te krijgen. Allemaal van die management interventies die geen zier helpen. Wat je beter kan doen is gewoon zorgen dat mensen gewoon fit blijven. Dat ze nog steeds lol in het project hebben. Koffie halen, echt serieus. Koffie halen voor je medewerkers. Met ze praten hoe het met ze gaat. En niet proberen om, als het moeizaam gaat, heel erg de stress en de druk nog te verhogen of te gaan interveneren. Dat moet je echt niet doen. En dat is het moeilijkste. Dit vind ik het moeilijkste. Want je staat zelf ook onder druk. Je moet ook presteren. Mijn baas komt bij me langs en zegt, wanneer gaan we nou eindelijk live? Ik zeg, we gaan nog niet live, want dat hebben we niet opgelost. Ja. Ja, potverdorie, het kan er niet waar zijn. Wat een sukkels, moeten die mensen niet vervangen en zo. Hè? Ja, daarom. Om je heen slaan, ga dingen doen. Ga En dan dienstbaar zijn en zorgen dat de stress eraf gaat, dat ze zich prettig voelen
En dat zijn kleine dingen. Ik noem dat als grapje dat koffie halen, maar dat heb ik echt gedaan. Dan gaan mensen het gevoel krijgen, oké, weet je, ik doe ertoe. En dan ontstaat er toch weer creativiteit. En dan vinden ze die oplossing. Ze vinden die oplossing altijd wel. Je moet alleen de omgeving creëren waarin dat kan. En als laatste, persoonlijke waardering. Ja, ik noemde net al even bij het podium, hè, dat veel van die paradijsvogels niet zozeer hele sterke, sociaal vaardige mensen zijn. En dat is geen waardeoordeel of zo. Het is gewoon, ze zijn zo gefocust op de inhoud. Ja. Zo gaat dat nou eenmaal. Ja, en dan is het heel erg belangrijk dat je een persoonlijke band opbouwt. En ik heb nu nog steeds contacten met mensen. Ik ben alweer een hele tijd weg uit Duitsland. En ik ben ook al een hele tijd weg bij KPN. En die mensen spreek ik nog steeds. En waarom? Omdat je in de loop van de tijd een persoonlijke band met ze hebt opgebouwd. En die persoonlijke waardering die je geeft, die telt bij paradijsvogels dubbel. Dat telt bij iedereen natuurlijk. Maar zeker bij mensen met dit profiel is dat zo belangrijk dat ze zelfs als je niet meer samenwerkt in een project of wat dan ook, dat die persoonlijke band blijft bestaan. En ik word af en toe nog steeds gebeld als mensen dan weer voor een belangrijke keuze staan in hun loopbaan of zo. Ik heb het ook beschreven in het boek, geanonimiseerd uiteraard, dat hoe iemand dan na jaren zich weer meldt bij mij en dan met mij wil praten over, joh, zou het dan verstandig zijn dat ik dit ga doen of niet? Ja, ik vind dat geweldig. Ja, paradijsvogels. Paradijsvogels is echt de aanleiding. Het gaat eigenlijk over, hoe ben je nou gewoon een goede manager? We zitten met miljoenen managers in Nederland en de meeste deugen voor gisteren. Die kunnen er echt helemaal niks van. Die hebben echt er ook niet, zeg maar, voor doorgeleerd. Iedereen die moet eigenlijk gewoon deze 7 stappen doen met zijn mensen. Dus paradijsvogels zijn misschien iets gevoeliger. Ze zijn iets zeldzamer. Dus je bent misschien iets meer afhankelijk, waardoor je iets gemotiveerd bent. Maar het geldt voor eigenlijk je hele team. Dus ik wil iedereen van harte aanbevelen om dit te lezen. Erik, ik wou je nog vragen, ga jij het ook nog als luisterboek doen? Hè? Dus met Storytel, dan kun je het boek voorlezen. En dan is het zoveel makkelijker weer te luisteren. Dat hoop ik dat je dat... Ik zal je in contact brengen met de managing director van Storytel. Er zitten nu 2 miljoen mensen zijn nu lid daarvan. Op tijd 12,5 euro kun je onbeperkt boeken luisteren. Dat is heerlijk. Ik vind het verrukkelijk. Maar ik heb dit gewoon met heel veel plezier gelezen. Een boek voor elke manager, maar vooral helemaal algemene managementlessen toegepast, gewoon om met goede techneuten om te gaan en ook met allerlei leuke verhalen erom. Dankjewel voor dit gesprek, Erik. Dank je, Vincent. Dank je.